allemaal, welkom op mijn YouTube kanaal. Leuk dat jullie weer naar mijn video kijken. Vandaag ben ik bij Carola om mijn nagels te doen. Ze zien er vreselijk uit. Nou, tussendoor laat ik jullie zien wat Carola aan het doen is. En aan het eind laat ik jullie natuurlijk de after zien. En we gaan aan Carola vragen wat de trends voor het voorjaar zijn. Nou, tot zo! Dus ik ben benieuwd hoe lang ze gaan worden, wat Carola allemaal gaat doen. Ik ben heel benieuwd. Nou, ik vind ze nu al prachtig geworden. En, er is nog niks aan. En er is nog niks. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, mocht je dit is de ruwe opbouw. Dus nu is het, zo meteen is het een model veilen. Oh. En dan de lak eroverheen. Ik ben heel benieuwd. Dus nu, ik vind het nu al heel erg mooi. Maar ja, mocht je het leuk vinden en geïnteresseerd zijn, dan geeft Carola hier ook lessen. En al 17 jaar. En jouw website is www.brillbirdbenelux.nl. Nou, ik zou zeggen, kijk daar eens op. Pakken. Die kan er wel bij. Pak maar. Oké. Mama, kijk. Ze is zo mooi. Mama, ja, kijk. Roze, ja, daar komt een roze lampje, hè? Wordt steeds roze. Oh, echt? Ja, dat was al nail art. Dit is echt nail art. Sexy zo, hè? Sexy handen. Echt heel mooi. Ja, die kleuren zijn heel belangrijk, want je moet ook zorgen dat je de hoofdkleur weer mengt in de kleuren die je bijgebruikt. Ja. Dus hetzelfde met Vichy. Ja, klopt. Ik weet niet wat ik met deze heb gemaakt. U bent er klaar, mevrouw? Nou, denk je wel. Hoe vind je ze? Ik vind ze prachtig. Ik vind ze sexy. Hou ze even zo bij je gezicht. Ik heb nu eindelijk zo'n echte vrouwenhanden. Ja, maar je moet niet zo doen, hè. Dus als je je handen laat zien, laat je het of zo zien, of zo. Ik laat het zo. Zo. En zo. Ja. Nou, Carola, wat raad je aan voor het voorjaar? Welke kleuren? Nou, er zijn verschillende trends in de nagels. Ja. Wat je op het moment nog steeds ziet en ook weer gaat zien, is nog steeds alle nude tinten. Ja, hè? De lichte kleuren. Ja. Geel komt in. Echt? Ja. Leuk. Voor blonde dames wel heel erg. Geel komt in. Echt dat neonroze weer. Oh ja. Dus en alle, ja, weet je, de dames ook knallende kleuren, maar altijd het zachte geel. Het ooggeel is afgelopen winter. Oh ja. Nu krijg je weer wat iets feller geel, zeg maar. Ja. De oud-Hollandse tinten. He, dus de oud, zeg maar dat groenige wat ik op mijn muren heb, dat blauwe, dat oud roze, echt dat hele zachte oud roze. Maar dat had ik hieronder ook, hè? Als... Nee, dat is nude. Oh ja. Dus echt die zachte tinten. Leuk. Alles, ik wil van alles. Ja. Nee, dus sleutel. Dat even tussendoor. Oké. En... Fotobulsen. Jij begrijpt. En je kan hier ook met kids heen, hoor, want dat gaat ook wel goed. Ja, foto's maken. Maar Carola, jij geeft hier ook opleiding? Ja, wij geven opleidingen van 6 eigenlijk tot en met 22-daagse. Oh, leuk. Dus voor maximaal 4 dames tegelijk. Ja. Want iedereen neemt een model mee. En het is eigenlijk iedere zaterdag of om de maandag geef ik op het moment ook les. Ja. Voorheen was dat donderdag, maar goed, ik heb een beetje geschoven. Ja. Maar in principe op alle zaterdagen geef ik les. En het is allemaal wel een beetje als mensen zeggen van ja, maar ik heb wisseldiensten of dan kan het ook wel geregeld worden dat we gewoon zeg maar 3 zaterdagen of als mensen op vakantie gaan, we houden dat wel rekening mee. Dus, wat goed, dus je bent wel flexibel in je agenda. Ja, en we zijn CRKBO erkend, dus dat betekent dat wij de opleidingen BTW aanbieden. Of BTW vrij aanbieden. Ook dat zeg maar is handig om te weten, inderdaad. Ja, dus ja, wat dat betreft, het zijn altijd hele leuke groepen. En het is eigenlijk vanaf heel jong, hè, vanaf 16 jaar geven wij les. Oké, goed. Tot ja, toch wat ouder. Alleen mensen die wat ouder zijn, die moeten wel rekening mee houden dat ze vaak iets langer erover doen om dingen echt door te krijgen. Als tegen een jonge iemand zegt van nou, hè, probeer het zo en zo en zo. Dan zegt ze nog net niet ja juf, maar ze doet alles mee. En wij ouderen denken... Wat zei ze nou ook weer? Ja. Moest ik het nou ook weer doen? Ja. Ja, dat is wat anders. Ja. Maar op zich, ja, ik heb heel veel geduld. Leuk. En ik krijg eigenlijk altijd terug dat het heel gezegd is. Dus ja, maar daarom ben je ook zo druk, hè? Ja. Ja. En nou, je hoort het. En wat was je website ook alweer? www.brillbirdbenelux.nl. Dus Brillbird is zeg maar bril van briljant. En bird is van de vrijheid in creativiteit. Maar is dat jouw eigen merk? Nee, ik importeer het vanuit Hongarije. Oké, ja, dus ik ben importeur. Ik ben importeur voor Nederland, België, Luxemburg. Ja. Nou, dat is helemaal leuk. Dus nou, ben je op zoek naar een goeie? Kom dan hier je opleiding doen. En vergeet niet zo meteen een duimpje te zetten op onze video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye bye! Doei.